mensen, top dat jullie bekijken. Vandaag gaan we verder met de stuurkoppelingen van onze tank. Daar liggen de patiënten, de stuurkoppelingen. Ja, deze dingen die zitten eigenlijk achter in de tank. En die worden op de assen geschoven van de eindvertraging. Ja, ertussenin ligt de versnellingsbak. En ja, die drijft deze dingen aan. En die geven vervolgens de kracht door naar de eindvertraging. En deze dingen die worden eigenlijk gebruikt om de tank te sturen. Maar als je gewoon aan het rijden bent, nou, dan wordt die kracht gewoon doorgegeven. Draait de uitgaande as hier even hard als de uitgaande as van de versnellingsbak. Op het moment dat je een bocht wil gaan maken, trek je de stuurknuppel naar achteren, één tandje. Wat er dan gebeurt is dat er hier een vertraging die hierin zit, die gaat werken. Waardoor dat de uitgaande as hier, zeg maar, die gaat langzamer draaien dan de uitgaande as van de versnellingsbak. Waardoor dat die rupsband langzamer begint te draaien. Dus dan ga je een bocht maken. Dus het is niet zo dat je hem gewoon ontkoppelt, zeg maar, dat één kant langzamer gaat draaien. Want dat zou natuurlijk niet werken als je helling afrijdt. Want ja, dan ontkoppelt één rups en dan draait hij de verkeerde kant op uiteraard. Nou, als je de hendel nog verder naar achter trekt, dan blokkeert hij hem zelfs helemaal. Dan ontkoppelt hij hem inwendig eigenlijk. Er zit dus ook een koppeling binnenin. En dan staat de uitgaande as, die uit de koppeling komt, die staat stil. Terwijl de uitgaande as van de versnellingsbak nog steeds wel draait. En dan blokkeert hij dus één rupsband. Ja, en dan schruimt hij dus echt. Dus dan is het echt om scherpe bochten te maken. Ja, om dat allemaal voor elkaar te krijgen zit er dus een lamellenkoppeling in. Die zit hier zo. In dit deel. En die lamellenkoppeling die wordt bekrachtigd met dit ding wat je hier ziet. Met deze hendel. Hier zitten dus een aantal kogels in met een oploopbaantje. Dus op het moment dat dit ding gaat draaien eigenlijk, dan worden die kogels die worden naar buiten toe gedrukt. En die zorgen eigenlijk dat deze ring, dat die naar binnen wordt gedrukt. En die zorgt dan eigenlijk dat die platen die erin zitten loskomen van elkaar. Die worden met een aantal veren tegen elkaar genepen. Maar als deze ring naar binnen gedrukt wordt, dan worden ze eigenlijk gelost. Dus dan ontkoppelt die. Nou, verder zit hier binnenin zit een vertraging. Dat is een planeetstelsel. Dus daar heb je eigenlijk een binnenste tandwiel. Met daarom de planeetwieltjes, zeg maar, met een planetendrager. En daarom zit dan zo'n ringwiel. Met die koppeling en met het tandwielstelsel, zeg maar, kun je die vertraging in gang laten gaan. Ja, deze ringen, die worden door die bandremmen die daar liggen, worden die vastgehouden. Dus hij kan dus ofwel met die twee banden, kan hij allebei vastknijpen en hem hier ontkoppelen. Nou, op dat moment dan is hij dus, staat hij dus vrij in feite. Dan is de uitgaande as geblokkeerd, terwijl dat de as van de versnellingsbak vrij rond kan draaien. Door met die rembanden en die koppeling combinaties te maken, kan hij dus die verschillende versnellingen maken. En ze zitten natuurlijk vast, denken wij. Komt nou wel een boel groest uitgevallen. Om dit gewoon aandraaien. Ja, dat bedoel ik. Dames, wil je dan draadtijd erin doen en douw die ring naar binnen? Nou, volgens mij kunnen we dan ontkoppelen. Maar ik pak even de doorsnede erbij. Ja, dat gaat al. Dacht ik. Er staat nou toch stiekem wel kracht op, hoor. Er was hem afgesloten. Hij is een beetje viezig geworden. Nee, schok, toch een beetje stiekem los, kom. Dat komt er een beetje olie uit, zie je dat? Die drukplaat gaan we even borgen, daar met een draadtijd. Dan kun je hem iets intrekken. Want we merken al wel dat hij naar buiten begint te komen. We hebben nou twee moertjes tegenover elkaar laten zitten, zodat hij mooi vlak draagt. Maar we zagen met losdraaien dat hij wel al naar buiten begon te komen. En dat komt natuurlijk door die veren die koppelingsplaten bij elkaar drukken. Ja, er zit echt een hele partij aan veren bij. Misschien zitten er wel net zoveel veren als bouten tussen. Dus.
stukje hem in. Ja, ja. Daar zitten ze al, die kwaaien, meneer en veren. Als je die in je gezicht hebt, dan zie je er net zo uit als je huid. Dan zit er een gebroken veer tussen, moet maar. Ja, doe maar uit, hoor. Ah, ah. Hier is de drukwagen. Dat is dit hele ding gewoon. Ja. Het ziet er lekker uit. Ja. Haal ze er maar uit. Ja, maar hoe gaat die nou verder uit elkaar? Ja, maar de planetendrager hangt hier nog vast. Ja, hebben ze. Hey, kijk hier dan. Daar zit hij. Dit zijn de platen. Ja, nou hier wel de platen. Oh, die zien er niet zo slecht uit. Ja, dat moeten we zo gewoon doen. Met de kunststofhamer even erop hengsten. Hier zo. Ja. Komt er wel gewoon zo uit zelfs. Ja, wat je hier nou ziet, dat zijn dus die lamellenkoppelingen waar we het over hadden. Kijk, er zijn eigenlijk allemaal platen op elkaar. En er zijn platen om en om. De ene met de binnenvertanding en de andere met de buitenvertanding. Die met de buitenvertanding, die pakken hier in het huis, zeg maar, waar ze in zitten. Kijk, er zitten tandjes aan de binnenkant. En dan hier in het hart, zeg maar, kijk, er zitten ook weer tandjes op. En dat pak je in de binnenkant. Dus als die platen tegen elkaar gedrukt worden, ja, door de wrijving, door de frictie, worden die, is er eigenlijk in één geheel, zeg maar. Nou, op het moment dat je dan wil ontkoppelen, dan hef je eigenlijk die veerspanning die die plaat tegen elkaar drukt op. En ja, dan liggen ze dus los op elkaar en dan gaan ze slippen en dan draaien ze vrij. Eigenlijk, zo zit dat. Dus ze mogen er zo uit. Ik maak even wat onderdeeltjes schoon. Daar hangen er al wat. Die kunnen we zo meteen spuiten. En dan weer in elkaar zetten. Soepel, hè? Zo, ik ben ondertussen bezig met de tweede stuurkoppeling te demonteren. Hopelijk dat deze net zo goed uit elkaar gaat als die andere, want dat is wel, dat ziet er wel uit dat het goed komt. We hebben een paar veren nodig, maar voor de rest, kijk, de platen liggen netjes daar alweer in het gelid. Ik ben benieuwd. Dat was niet zo makkelijk om die platen eruit te schuiven. Die tandjes zaten hier maar best wel vast. Dus ja, het kan best zijn dat deze een beetje slechter is nog. Dan moet je er allemaal nog af. Nu gaan we hem los draaien. Dan kunnen we het dadelijk zien.
Omdat we hier nog wel wat meer hele veren in hebben zitten. Oh jee. Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat als een paar veren zo kapot zijn, dat ze allemaal stuk zijn. Ik denk dat we ze allemaal moeten vervangen hoor, die veren. Ja. Niet te hard van stapel, hoor. Dat heb je zo aan. Wat een bult, sorry, komt het eruit. Ja, ik zie die bult gelijk met die, dan zien die anderen er toch echt wel beter uit. Deze, hè? Ja. Ho! Nee, dat is voor volgende week, hè, de versnellingsbak. Nee, maar de stuurkoppelingen. Dat ziet er naar uit dat het helemaal goed komt. We hebben deze helemaal uit elkaar gehaald nog. Ja, dit onderdeel ligt drogen. We hebben ondertussen ook de juiste veren gevonden die we ervoor nodig hebben. Dus hopelijk kunnen we ze snel weer in elkaar gaan zetten. En voor ik het vergeet, we hebben tegenwoordig een Patreon opgezet. En vanmiddag gaan we live. Dus ja, als je er meer over wil weten, check even de link in de beschrijving. En dan check even de Patreon. Misschien, misschien vind je het ook leuk. En dan, wie weet, zien we je dan. Wil je nou een heleboel achter de schermen, behind the scenes in? Check ook ons andere kanaal natuurlijk, hè, de werkplaatsvlog. Want daar maken we elke dag video's. En daar kan je al wel zien hoe dat de versnellingsbak aan elkaar gesloten wordt. Dus, genoeg te bekijken. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.